De eeuwige discussie elk jaar, welke banden ga ik gebruiken op het strand? Ja. De noppenband is eigenlijk niet echt een optie. Noppen graaf je jezelf helemaal in het mulle zand. Dus dat moet je eigenlijk gewoon vergeten. Er zijn qua strandbanden meerdere opties. Schwalbe levert twee hele goede opties. Dat is de Big One in de snakeskin versie en in de lightskin versie. De lightskin is iets lichter, rolt iets soepeler, maar heb je wel wat meer kans op lekrijden. Ga je voor 70 keer beter de snakeskin nemen. Victoria levert de Tattoo Light. Nou, al jaren een echte speciale strandband. Ook een prima band, rolt soepel, redelijk goed lekbestendig, prima optie. Ja, op het strand draaien bij voorkeur de band tubeless. Tubeless houdt in dat je de binnenband eruit haalt, dus je gaat hem niet gebruiken. Wat is het voordeel van tubeless rijden? Ja, het rijdt lichter. Je hebt bijvoorbeeld met een strekdam niet het risico dat je de band eigenlijk tegen de velgen aanplet, waardoor je een snake bite krijgt. Dus dan krijg je twee kleine gaatjes in je binnenband. Nou, dan ben je klaar, dan kun je plakken. Een ander voordeel van het rijden met een tubeless band is dat je veel minder druk in de band kan doen. En dan eigenlijk veilig over strekdammetjes kan rijden bijvoorbeeld. Nou, hoe maak je je velg tubeless? Er zijn meerdere manieren voor. De meeste velgen kunnen tegenwoordig tubeless gemaakt worden door middel van een lint wat je in de velg plakt. En mocht het met zo'n lint niet lukken doordat de velg te diep is, dan zijn er ook rubberen linten die als oplossing kunnen dienen. Ja, daar kun je vrijwel elke velg wel tubeless mee maken. Heb je het lint in de velg gedaan, dan kun je de band tubeless maken. Een buitenband is nooit 100% luchtdicht. Dus daarom gebruiken wij eigenlijk altijd een sealant om een band helemaal luchtdicht te krijgen. En die sealant geldt ook als een soort preventiemiddel tegen lekrijden. Die zal altijd een klein gaatje dichten. En dan, daardoor kun je gewoon doorrijden zonder dat je binnenbandje hoeft te gebruiken. Nou goed, tubeless rijden heeft één nadeel. Als je een band wil verwisselen, zo'n binnenband wil steken eigenlijk, dan is het wat lastiger. Dan zou je het ventiel eruit moeten halen en eigenlijk de sealant toch uit de band moeten gooien en dan een binnenband steken. En wisselt ook wat minder snel van banden als je gewoon een keer een noppenband op je strandwiel wil doen. Nou, op de wedstrijddag zelf zie je iedereen altijd heel erg nerveus bandjes voelen bij iedereen. Ja, er zijn betere manieren voor. Je kunt het best zelf een bandenspanningmeter aanschaffen. Dan kun je precies zien hoeveel je erin gedaan hebt. Ja, hoeveel bandenspanning doe je erin? Dat is natuurlijk altijd afhankelijk van het strand en van het gewicht van de berijder. De gemiddelde strandrace kun je meestal tussen 0,8 en 1,2 rijden. Maar dan moet je wel tubeless zijn. En met een binnenband de strandrace, dan zou ik mijn band altijd ietsje harder houden. Denk tussen de 1,2 en 1,5. Dat is eigenlijk gewoon om te voorkomen dat je je binnenband stuk slaat op eventueel een strekdam of een steentje of wat dan ook. Nou, kijk voor meer informatie op beukersbikecenter.nl/strandbanden. En daar vind je alle tips en tricks. Of kom gewoon langs bij ons in de winkel.